Bij Eastman zien we 7 kunstenaars die uiteenlopende engagementen tonen ten opzichte van het creëren van een beeld. En op onze uitnodiging cureerde kunstenaar Koen van den Broek deze schitterende groepstentoonstelling. Welkom bij de Eastman Gallery. Welkom bij Trash. Trash gaat over verval en over hoe we ons hier als mens tegen willen verzetten. Hoe kijken we ernaar en vooral waar kijken we naar als we onze blik afwenden? Een vraag die ook het werk van Koen van den Broek opwerpt. De actuele Vanitas-schilderijen van Cindy Wright lijken van op afstand haarscherp en fotorealistisch. Maar wanneer we naderen, worden ze abstracter en zien we de penseelstreken. En zo komt ze tot een geconstrueerd objectieve benadering van de vergankelijkheid. De Ierse kunstenaar David O'Kane toont werken waar we vaak geïsoleerde figuren omringd door leegte of een omgeving in verval in zien. Vaak zijn die figuren geblinddoekt of zien we enkel de achterkant van het hoofd of het lichaam, zoals hier op dit gigantische schilderij. Bij Gomar Gilliams kunnen we, zoals achter mij, engelen in het beeld herkennen. Maar de nadruk ligt toch op het onbeschrijfbare, op het abstracte schilderproces. Een proces wat schijnbaar nooit eindigt. Want voor Gomar Gilliams is een schilderij nooit af. Katrien Klaas daarentegen verwerkt tekeningen van architecturale details uit haar omgeving tot geometrische abstracte patronen. En die snijdt ze uit in goedkope materialen zoals aluminiumfolie of linoleum. Peter Weidebaum toont hier een schilderij uit een ijzersterke reeks archetypische, neosymbolistische portretten. En naar eigen zeggen creëert hij als reactie op de dictatuur van de werkelijkheid. Het grensgebied tussen zien en niet zien is iets dat ook Wim van der Celen verkent in zijn schilderijen. Vanuit een onderzoek dat begon bij het schilderen van nabeelden, lichtvlekken op het netvlies, construeert hij gereduceerde, abstract aandoende beelden. Daan Gillis stelt dat elke verwijdering of terugval evengoed een toevoeging is. Hij drukt dus een soort onmogelijkheid tot ontsnappen uit. Dat doet hij onder andere met de smalende lettersculptuur "We're in Miami, bitch". Ter gelegenheid van deze tentoonstelling is er een oplage gemaakt van het werk Blue Border van Koen van den Broek. Trash, een groepstentoonstelling met 7 kunstenaars, gecureerd door niemand minder dan Koen van den Broek. Nog tot 7 juni bij de Eastman Gallery op de Zuivelmarkt in Hasselt.